Zeg maar, goedemorgen, Sadie. Eigenlijk weet je net goedemorgen, want jij moet nu slapen. Nee. En Sadie is helemaal chagrijnig. Hij moet slapen. Kijk, ik vind dit pyjamaatje van hem echt zo schattig. Ik heb gewoon precies hetzelfde. Leuk, hè? En dat noemen? Slaapzakje aan, noemen? Ja, lekker. Kom, Sadie gaat slapen. Guys, Sadie is aan het slapen. En hij is nog thuis, maar die moet zo werken. Dus ik dacht, ik ga even heel snel naar de supermarkt. En even alles halen wat ik nodig heb. Zodat ik straks niet met Asset naar de supermarkt hoef. En ik heb echt een blikje Red Bull nodig, guys. Ik ben vandaag de hele dag alleen met Asset. Dus ik heb echt een Red Bull nodig. En ik ga even gewoon een lekker broodje halen of zo. Ik waardeer dit soort momenten echt zoveel meer. Dat je gewoon even een kwartiertje heen en weer kan. Op je gemak. Gisteren was ik naar de supermarkt gegaan met Asset. En hij was echt zo chagrijnig. Echt niet te genieten. Ik kon niet eens echt even halen wat ik nodig had. Ik ging echt zo erg haast. Maar ik dacht van, ik moet hier weg, ik moet hier weg. En ik gewoon eigenlijk niet had gehaald wat ik nodig had. Dus daar baalde ik van. Maar ik ga nu lekker op mijn gemak alles halen waar ik zin in heb. Ja hoor mensen. Deze meid kan er weer tegenaan hoor. Zo. Sadie is wakker. En we gaan een boterham maken. Ik heb dus laatst dit gekocht. Broodbeleg voor baby's met mango en pompoen. Ik ben echt benieuwd of hij het lekker gaat vinden. Nou, hij vond het heerlijk, guys. Echt een aanrader. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Hebben jullie het huisje van Sadie gezien? Sadie's huisje, wauw. Do you like that? Zo! Oh, Faras! Je zit me echt in de spiegel ook helemaal filmen zo trots. Sadie. Moet mama alleen nog even een jas aan, hè? En schoenen. Maar jij bent ready. Zo, wij zijn bij de intratuin. Ik ga stuk. Kijk, ik kom hier dus vaker met Esther naar de intratuin, want Asset kijkt echt letterlijk zijn ogen uit. En het is nu hier echt zo leuk. Met alle kerstversieringen en zo. Dus ik ben echt zo goed geworden in geuren herkennen online. Echt, ik tel je zo. Even kijken of Sadie nog slaapt. Ik heb dus een geur online besteld bij Parfumade. Want ik wou weer even een paar voor in mijn handtas bestellen. En ik kan nu echt geuren gewoon herkennen. Ten eerste als iemand het gewoon op heeft naast me, dan kan ik gewoon echt een geur herkennen. Ik weet gelijk dan meestal wat voor parfums ze op hebben. Maar ik kan het nu ook online herkennen. En dat vond ik vroeger echt moeilijk, want ik wist echt niet wat ik dan bestelde. Maar als ik nu naar de noten kijk van een parfum, denk ik van, ik herken dit. Ik weet precies waar dit naar gaat ruiken. En ik heb dus eentje besteld op Parfumado. Zoals jullie weten ben ik echt gewoon fan van Parfumado. Maar ik heb er eentje besteld en ik ken het merk helemaal niet. Maar ik ben wel echt iemand die heel graag nieuwe parfums wil ontdekken. Het is het merk Miller Harris. Ik ken het niet hoor, maar het is unisex. Ze hebben dus unisex parfums en het gaat dus om deze parfum.
Ik keek naar de noten, toen dacht ik, ja, ik herken dit. Ik heb dit al. En toen dacht ik, ik weet precies waar het naar ruikt. Want het ruikt naar deze parfum. Die kennen jullie vast wel. Van Le Labo. Santal 33. Zoals jullie zien is deze bijna op. Totaal niet mijn type parfum. Maar ik heb hem toch opgemaakt op een of andere manier. Want hij is ook in unisex. Dus Nessie kon hem ook opdoen. En ik heb hem gewoon voor de deur staan voor. Om te sprayen voordat we weggaan. Want hij is niet zo sterk. Maar ik heb hem dus binnen, guys. Ik heb hem binnen. En ik heb hem net opgedaan. Ik zweer op alles. Ik zweer op alles. Dit is hem. Ik zweer, het is hem gewoon. Het is gewoon echt gewoon hetzelfde. Dus als jullie fan zijn van Santal 33 van Le Labo. Ik bedoel, je betaalt hier iets van €300 voor 100 milliliter. En je zoekt op Parfumado voor €14,95 een identieke parfum. Dan moeten jullie echt deze bestellen, guys. Dan krijg je zo'n travel case. Dan kan je lekker je tas douwen. Die past echt letterlijk overal in. Zo fijn. Ik heb jullie al vaker verteld over Parfumado. Ik heb trouwens weer 3 besteld. Maar je kan dus een abonnement afnemen bij hen voor €14,95. En dan krijg je dus 1 parfum per maand. En dan kan je zelf kiezen welke je wil. Je hebt echt 550 merken. Ook heel veel luxe merken, niche merken. Daar ben ik echt heel erg fan van. Ik bestel ook altijd van Montal parfums. Want deze blijven echt heel erg lang. Maar ik vind het af en toe ook echt even leuk om een paar nieuwe parfums te ontdekken. En voor deze prijs is dat echt gewoon ideaal. Want om een fles te kopen van €300. Dat doe ik echt niet meer zo snel. Maar ik heb nu dus echt allemaal Parfumado travel cases. Echt in elke tas bijna wel eentje. En guys, je doet echt zo lang met zo'n travel case. Je kan echt per dag 4 keer spuiten. 30 dagen lang. En ik doe er echt nog veel langer over dan een maand om deze op te maken. Natuurlijk heb ik ook een kortingscode voor jullie. Dat is Miriam50. Ik zal hem even hier noteren. En ook heb ik een link in mijn bio. Check even mijn link. Want daar kan je ook al mijn favorieten bekijken. En de eerste maand kan je dus uitproberen voor €7,50. Met mijn kortingscode Miriam50. Ik zou zeggen, ga het snel proberen. Want het is het echt waard, guys. Echt, ze hebben heerlijke parfums. We hebben gisteren boodschappen gedaan. Ik heb deze pasta gehaald. En ik heb er echt zoveel zin in. Dat ik het vandaag ga maken. En ik ga denk ik gewoon een pasta bolognese maken. Echt zin in. A perfect bowl of pasta. Wat een slecht licht, zeg maar, deze camera. En mijn kleine jongen is weer even een dutje aan het doen. Zo happy, want dan kan ik even lekker rustig eten. Hij is een beetje ziekjes, hij heeft koorts. En dan laat hij echt alles toe. Oh, kus hem, kus hem, kus hem, kus hem. Een hele goede morgen, guys. Zoals jullie zagen is... hij zit al even wakker, dus ik dacht ik ga even naar zijn slaapkamer. Want het is nu echt mijn tijd om alles een beetje op te ruimen als hij natuurlijk wakker is. Maar ik heb laatst echt zoveel weer geshopt, zei hij. Waaronder
Deze schoentjes, echt zo cute. Ik heb echt zoveel gehaald. En ik heb gisteren even alles gewassen en in droger gedaan, maar ik ben alles dus vergeten in een droger. En gisteravond zijn mijn schoonouders dus gekomen, die hebben bij ons geslapen. En toen was ik wakker geworden, toen had mijn schoonmoeder alles hier al gevouwen van mij, echt super lief. Ik ga even alles hier opruimen en dan ga ik gelijk een outfitje voor hem zoeken. Want we willen even ergens lunchen of zo. Guys, dit is echt mijn favoriete item die ik voor hem heb gescoord. Een body warmer. Oh my god. So cute. Oké, outfit of the day van Azadi. Zijn nieuwe schoentjes. Ik vind deze trui ook echt zo cute. Ik vind hem eigenlijk al lang geen spee meer overdag. Maar als ik er één meeneem, dan neem ik gewoon eentje mee die er een beetje leuk bij past. Zijn sokken liggen echt letterlijk overal, guys. Ik wil altijd één paar kwijt. Maar ik heb er één gevonden die er perfect bij past. Dus kijk. Jee. Ja, zo ziet mijn huis er tegenwoordig uit. Met een bebbe. Overal babyspullen. Echt. I can't. Zelfs een off-shoulder trui aan. En ik weet niet echt of het toch een heel goed idee is. Want het is heel irritant met een baby als je moet optillen en verschonen en zo. Het ding gaat dus heel erg omhoog. Ik weet niet of ik hier heel blij mee ben. Maar I like it. Het staat wel heel mooi. En ik heb er een soort van broeklegging onder. Die had ik een tijdje geleden gekocht bij de Mango. En hij zit heel fijn. En ik ben dus mega klein zoals jullie weten. Maar kijk de lengte. Ik heb hem net opgemeten. En zij is 37,7. Oh nee. Maar lekker even buitenlucht scheppen met z'n tweetjes. Of papa ook erbij? Papa ook erbij? Oh, wat is Azadi mooi. Oh. Heb jij je grote mannentrui aan? Mooi hè? Even doen. Nee. Dat is allemaal van jaren geleden al onze beelden zo naast elkaar zitten. Nee, in de auto. In de auto. Kijk hoe erg we veranderd zijn. Nou, wij zijn onderweg ergens naartoe. Maar in principe hebben we helemaal geen idee waar we naartoe gaan. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Ik weet wel waar ik heen ga. Ja? Ja. Volgens mij, ja. Het regent gewoon keihard. We worden even gewoon naar buiten toe. Het regent keihard, je ziet gewoon niks nu. Ja. Parent life. Ik ben vandaag 4 uur opgestaan, hè, voor Azadi. Oh, 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 oh. Nessie heeft gewoon uitgeslapen. Just saying, ja, nee. Ik heb na de tweede ochtenddienst uitgeslapen, ja. Nessie heeft, zeg maar, de traditie als hij ochtenddienst heeft om 7 uur of zo, dat hij altijd een story moet maken met dat hij ochtenddienst heeft. Dus mensen denken nu echt dat ik helemaal heb niks geen doe. Heb gemaakt vanochtend? Nee. Oh, jammer. Ik was al bij, als jij dat had gedaan vandaag, was ik echt pissig geweest. Mensen denken echt dat ik niks doe, omdat Nessie die ene uurtje dat hij beneden is met Edson in de ochtend. Uur, 3 uur! Elke keer een story gaat posten met ochtenddienst. Van 6:30 tot 21:30. En dan heb ik de rest van de dag heb ik hem gewoon. Dat is niet waar. Oh, ik ben gewoon met jullie de hele tijd, hè? Wat zeg jij nou? Jij gaat gewoon naar werk. Het is gewoon een uitzondering. Ja, als ik moet werken. Dat is iets anders. Ja, en daarna ga je naar de gym en daarna ga je... Ik ga naar de gym als hij slaapt. Ja, alsjeblieft. Dat doe ik allemaal als hij slaapt. Oh man. Ik kan er niks aan doen als hij zo laat slaapt. Stories. Kom met iedereen die nu naar Nessim stories kijkt, hem niet meer zielig vindt. Dat is gewoon fake. Ik post het niet om zielig gevonden te worden. Maar stop het dan met posten. Waarom doe je het elke dag? Ik verveel mij. Maar het is elke 6 dag? Uur. Ja. Wie gaat er in zijn story posten om 6 uur? Ik en Azadi. Nee. Nou, we waren naar Alexandrium gegaan. Mega druk. Toen dachten we, we rijden door naar Westfield. Nou, dat was ook niet zo'n heel goed idee, NS. Dat was geen goed idee. Ik wil eigenlijk het liefst nu gewoon naar huis. Guys, we hebben net alle ellende even in een wijk geparkeerd. En we lopen nu naar de mall. Dat is een stukje lopen, ja. Ja, dat is een stukje lopen, ja. Oh yeah, daddy. Hoe vinden we het hier terug trouwens? Puutlaan. Ga even opschrijven. Is ja. Goed. Hij ziet er wel erg ziek uit. Goedenavond, guys. Nou, dat was maar weer een dagje. Ik denk dat het laatste wat jullie hebben gezien was dat we kip aan het eten waren in Westfield Mall of zo.
Maar het was daar echt zo druk. Echt niet normaal. Ik heb daarna helemaal niet meer gevlogd. Omdat we daarna echt gewoon door waren gegaan naar huis. En ze was echt helemaal ziek. En Nessie is even PlayStation aan het spelen. Hallo. Hallo. We hebben nog 2 keer burgers gemaakt. Echt heel slecht. Dat was lekker hoor. Ja, dat was wel echt heel lekker. Gelukt. En ik vond trouwens het brood ook best wel zacht eigenlijk. Prima. Hij was niet zo heel droog. Prima. Van die broodjes gehaald. Maar dat was ook die hamburgerbroodjes. Luxe hamburgerbroodjes. Oh echt? Ja. Dat was best wel lekker. En ja guys, ik ga even snel editen. En dan komt de vlog waarschijnlijk ook gewoon gelijk morgen online. Wow. Dus bye bye. Thanks for watching. En tot de volgende keer. Doei.